Aan de orde is de herdenking van Ed van Tijn. Ik heet de aanwezige familie van harte welkom. Zijn vrouw Odette van Tijn Taminio, zijn dochters Carla en Marion van Tijn en nichtje Hetty Ventener van Vlissingen. Ik heet ook de minister-president van harte welkom en de minister voor Klimaat en Energie. Ik wil u allemaal vragen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Ed, kijk uit. Het hoogste dat je in de politiek kunt bereiken is dat 2/3 van de mensen een hekel aan je krijgt. Vader Sal van Tijn had zo zijn twijfels toen zijn zoon zijn eerste stappen zette in de politiek. Eigenlijk wilde Ed journalist worden. Maar tijdens een studiejaar in onrustig Parijs ontwaakte in hem een politieke hartstocht. Hij is getuige van opstand en wordt op straat in elkaar geslagen vanwege zijn Joodse afkomst. In de zoekende denker die hij was, ontwaakte toen een bevlogen idealist. En dat idealisme bracht hem in de politiek. Hij noemde het zelf een uit de hand gelopen oponthoud. Als politicus bleef hij observeren, vragen stellen en schrijven als een journalist. Hij ordende zijn gedachten met een gouden pen. Zo schreef hij de mislukte formatie van het tweede kabinet Den Uyl in 1977 van zich af in zijn dagboek, Dagboek van een onderhandelaar. Het is een kwetsbare laas van hoge idealen, tactische manoeuvres en goed bedoelde politieke uitgeleiders. En daarmee is het een boek, een pleidooi tegen de hardnekkige gedachte dat het politieke spel alleen maar van list en strategie is. Bij Ed van Tijn was het mensenwerk. Een zoektocht naar harmonie door een hardnekkige optimist. Bijvoorbeeld als in de formatie zijn favoriete onderwerpen besproken worden. Ik citeer uit zijn dagboek. Begeerte raakt mij aan, een fascinerende uitdaging. De democratisering van het staatsapparaat, de bestuurlijke reorganisatie, het overheidspersoonsbeleid, tolerantie, veiligheid, mensenrechten en minderheidsgroepen en niet te vergeten staatkundige vernieuwing. De bezeten democraat in mij wordt onrustig. Einde citaat. Uiteindelijk dient de gepassioneerde democraat van Tijn 2 keer heel kort als minister van Binnenlandse Zaken. Maar zijn gedrevenheid voor het openbaar bestuur leefde hij volop uit in zijn Amsterdam. Een hele generatie Amsterdammers leerde Ed van Tijn kennen als een echte Mokumse burgervader. Streng als het moet en zacht als het kan. Genuanceerd en intellectueel. Wars van generalisaties en borrelpraat. Ik sta voor politieke correctheid, zei in 2003 in het Parool. Dat is het grootste scheldwoord van deze tijd, maar ik vind dat je fatsoenlijk met elkaar om moet gaan. Het elementaire fatsoen dat je elkaar niet kwetst en beledigt. Ik gruw met alles wat ik in me heb van een samenleving waarin wordt geaccepteerd dat je iedereen voor rotte vis kunt uitmaken. Maar vergis je niet. Ed van Tijn kon vurig en idealistisch zijn met een welgemene krachtterm tussendoor. Maar het volgende moment was hij weer vrolijk sarcastisch en vol zelfspot. Een bestuurder die fouten durfde te maken, ze eerlijk toegaf en ook nog daarop reflecteerde. Als hoogleraar dook hij daar ook dieper op in. Hij onderzocht de ministeriële verantwoordelijkheid. Bewindspersonen die sorry zeggen en weer doorgaan en de rol van het parlement daarbij. Maar hij onderzocht ook zichzelf. Al schrijvend en zoekend vond hij de kern van zijn hartstocht en vatte die pijn simpel samen. Ik had dood moeten zijn op mijn 10e. Want ook dat was Ed van Tijn. Iemand die als kleine jongen leefde met de Holocaust op zijn hielen. Die in 5 jaar 18 onderduikadressen en 2 keer kamp Westerbork van binnen zag. Maar hij overleefde. En hoe ouder hij werd, hoe meer hij zich daarmee verzoende. Ed van Tijn werd, zoals hij zelf zei, steeds Joodser. Ik leef niet in het verleden, maar het verleden leeft wel in mij. Er sluimde in hem een heilige woede over de angst, vernedering en ongelijkheid dat mensen wordt aangedaan. En zoals hij in de krant een keer zei, er is ook eens over mij heen gelopen. Hij zag de politieke cultuur de laatste 20 jaar met ledenoog aan. Te hard, zakelijk. Ik ben uit de tijd gelopen, zei hij. Ik sta ernaast, al heeft een sociaal-democraat nooit vrede met de tijdsgeest. Omdat het altijd anders moet. Hoewel het lichaam de laatste jaren tegenstribbelde, bleef hij aandacht vragen voor het lot van vluchtelingen. Hij bleef waarschuwen tegen polarisatie en polariseren. Tegelijk was Ed van Tijn dankbaar voor een lang leven, juist na zijn 10e. En voor de rol die hij in zijn geliefde democratie mocht spelen. We gedenken hem als een warm en bevlogen man.
een daadkrachtig denker, stadsman en staatsman. En we wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, nabestaanden, fractie, veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Dan geef ik nu het woord aan de minister-president.